Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een Rijksverband waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben. Terwijl zij ieder op zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met een wil elkander bij te staan, zullen behartigen. Ik meen dat zulke zelfstandigheid en samenwerking aan het Rijk en zijn delen de kracht kunnen geven om hun verantwoordelijkheid naar binnen en naar buiten ten volle te dragen. Onder voorzitterschap van minister-president Drees werd in 1954 de openbare slotzitting gehouden van de ronde tafelconferentie met de West. De Nederlandse delegatie werd gevormd door enkele ministers, Eerste en Tweede Kamerleden en een drietal adviseurs. De conferentie werd geleid door de minister van Overzeese Rijksdelen, professor Kernkamp. De Antilliaanse delegatie bestond uit 20 leden met als voorzitter dokter Da Costa Gomes. De Surinaamse delegatie van 12 leden werd geleid door meester Pos. Er werd overeenstemming bereikt over het ontwerpstatuut voor een nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk. Minister Kernkamp vatte de inhoud daarvan als volgt samen. Het statuut verankert de zelfstandigheid van Suriname en de Nederlandse Antillen binnen het verband van het Koninkrijk. De voorzitter van de Surinaamse delegatie, meester Pos, sprak over twee tendensen in de afhankelijke gebieden. De drang naar vrijheid en het streven om door samenwerking met andere landen tot grote ontplooiing te komen. In het ontwerpstatuut komen beide tot uitdrukking. Het inzicht dat verbondenheid krachtiger maakt en de gedachte dat de bevolkingen der landen in zelfstandigheid over haar eigen aangelegenheden moeten beslissen. Namens de meerderheid van de Antilliaanse delegatie sprak dokter Da Costa Gomes zijn voldoening uit over het bereikte resultaat. En hij merkte tenslotte op. Het ontwerpstatuut is dan ook met bijval ontvangen in ons Rijksdeel. In de rede waarmee dokter Drees de rondetafelconferentie afsloot, zei hij, sprekend over de betekenis van de genomen besluiten, onder meer: deelgenootschap in groter verband is niet anders mogelijk dan met opoffering van een deel van eigen zelfstandigheid. Door het statuut te aanvaarden geven niet alleen Suriname en de Nederlandse Antillen, maar geeft ook Nederland een deel van eigen meesterschap prijs. Ik ben ervan overtuigd dat het deelgenootschap in het Koninkrijk deze opoffering van elk der landen waard is. De leiders van de delegaties wensten elkaar geluk met de behaalde resultaten, die daarna aan de volksvertegenwoordigingen zouden worden voorgelegd. Op 29 december 1954 werd het statuut in een plechtige zitting in Den Haag bevestigd. Voor velen die dit meemaakten, een onvergetelijke gebeurtenis. De premiers van de drie rijksdelen verklaarden dat hun landen het statuut vrijwillig hadden aanvaard. Dr. Drees merkte onder meer op: vooruitziende politiek eist de ontwikkeling van koloniale regering in de richting van zelfstandigheid te bevorderen. Deze gedachte is reeds vele jaren geleden door de Nederlandse regering uitgesproken. Ten aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen heeft zij een gelukkige verwerkelijking gevonden. De heer Curry, minister-president van Suriname, eindigde zijn toespraak tot de koningin als volgt. Het statuut zal, evenals elk ander mensenwerk, zijn onvolkomenheden hebben. Mogen echter aan ons en aan hen die na ons zullen komen de wijsheid worden gegeven om haar naar de geest die bij tot stand brengen daarvan voorgezeten heeft te hanteren, opdat het onder de bezielende leiding van het Huis van Oranje, waaraan ook de Surinamers zo zijn verknocht, de gehele bevolking van het Koninkrijk ten zegen zij. De minister-president van de Nederlandse Antillen, de heer Jonkheer, bracht in zijn toespraak hulde aan Nederland. De bevestiging van het statuut betekent de bekroning van een staatkundige ontwikkeling die Nederland in de beide Amerikaanse landen van het Koninkrijk heeft tot stand gebracht. Nederland heeft hiermede in de moderne wereld een plaats ingenomen in de voorhoede der volkeren die niet aarzelen te handelen overeenkomstig de hoge beginselen van vrijheidsliefde
en recht. Hierna las de secretaris-generaal, de heer Van der Peil, de akte van bevestiging voor. Wij, Juliana, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, 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 bevestigen de nieuwe rechtsorde zoals deze is vervat in het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Vervolgens verliet Hare Majesteit de koningin de troon om met haar handtekening de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk te bekrachtigen. De vorstin werd daarbij terzijde gestaan door de directeur van haar kabinet, mejuffrouw Tellegen. Nadat de koningin weer had plaatsgenomen, werd de akte, die in drievoud was opgesteld, voor Nederland getekend door minister-president Dr. Drees. Nadat ook de heren Curry voor Suriname en Jonkheer voor de Nederlandse Antillen hadden getekend, sprak aan het slot van deze plechtigheid koningin Juliana tot de vertegenwoordigers der drie rijksdelen. Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen mogen zich gelukkig prijzen dat een lange evolutie, ongeveer met onze eeuw begonnen, heden haar bekroning vindt in de bevestiging van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is het resultaat van de ontwikkeling die voerde tot het definitief opheffen der koloniale verhoudingen. Wat Nederland betreft, het voelt zich zowel met Suriname als met de Antillen ieder afzonderlijk met recht verbonden in een tweeledige eenheid. Mogen onze nieuwe samenwerking Gods zegen waardig kunnen zijn. Denk maar.